Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter en inwoners van Nederland. Vorige week hebben wij eerst via de media en daarna pas per Kamerbrief gehoord wat de nieuwe en mogelijk toekomstige maatregelen worden. Ik hield er niet bepaald een lekker gevoel aan over. Natuurlijk is het fijn dat er nu gesproken wordt over een einde aan de maatregelen, als dat al zo is. Maar de weg daar naartoe baart me wel zorgen. Ik zie in dat we, ondanks de mooie woorden van demissionair minister De Jonge, gewoon langzaam maar zeker toewerken naar vaccinatiedwang. En zeker naar vaccinatiedrang. Het aantal plekken waar je een vaccinatiebewijs moet tonen of een negatief testbewijs loopt op. En zal nog verder uitgebreid worden. We zouden geen testsamenleving krijgen, maar krijgen die nu toch, zo lijkt het. Voor een virus waarbij 97,5% van de mensen slechts milde klachten krijgt. De heer Paternotte deed eerder vandaag ook al een beetje aan het angstzaaien. Ja, de mensen krijgen geen chemo meer, geen hartoperatie. En het komt allemaal door de ongevaccineerden. Vanmorgen werd er tijdens technische briefing eveneens met doemscenario's gestrooid. De 2,5 miljoen niet beschermden kunnen zorgen voor 16.000 tot 22.000 ziekenhuisopnames. En tot wel 3400 IC-opnames. Echter, dit zijn schattingen waarvan de heer Van Dissel zelf zei, het is helemaal niet te voorspellen. En ook de periode waarover deze aantallen in het ziekenhuis komen of op de IC is geheel niet bekend. Binnen een maand, verspreid over een jaar, verspreid over 5 jaar, niemand weet het nog. Ik vind het een hele gevaarlijke ontwikkeling. Met cijfers en angststrooien waarover eigenlijk niks te voorspellen is, dat leidt tot veel onrust in de samenleving. Ongevaccineerden worden inmiddels al geweerd bij klaverjasclubs, bij bridgeclubs en bij andere verenigingen. Mensen die al tientallen jaren een kaartje leggen met elkaar, vallen met ruzie uit elkaar. Ik ken zelfs mensen die een huwelijkscrisis hebben vanwege het wel of niet vaccineren. Veelal omdat mensen bang gemaakt worden. En weggezet worden als een groot gevaar voor de volksgezondheid. Ze worden asociaal en decadent genoemd door de demissionair minister van Volksgezondheid. Ze staan buiten de samenleving straks. Voorzitter, dit noem ik wel vaccinatiedwang. De onmiskenbare tweedeling in de samenleving rondom dit onderwerp kan deze bewindslieden niet ontgaan zijn. Sterker nog, ik heb hier specifieke Kamervragen over gesteld. Op 9 augustus, of op 7 augustus meen ik zelfs. Die ondanks mijn verzoek om deze uiterlijk op de dag van de persconferentie te beantwoorden vanwege de actualiteit en de urgentie, onbeantwoord zijn gebleven. En intussen lees ik afgelopen maandag in Dagblad Trouw dat zorgpersoneel met covid-klachten toch in het ziekenhuis kan werken. Hoe inconsequent is dat? Wat is er gebeurd gewoon met het advies waar we ooit mee begonnen zijn? Heb je klachten, blijf thuis. Wel in het ziekenhuis werken met klachten en intussen krijgen de ongevaccineerden de zwarte piet. BBB maakt zich ernstig zorgen. Natuurlijk, ook zorgen over de mensen die getroffen worden door covid. En extra zorgen over de eventuele gevolgen van long-covid. En het schuurt, dat mag u best van mij weten. Natuurlijk wil ik niet dat mensen ernstig ziek worden. En natuurlijk wil ik niet dat mensen aan covid komen te overlijden. Maar ik wil ook niet in een land leven waar de overheid telkens de grens een stukje wil verleggen. Telkens een heel klein stapje erbij. Zoals nu bijvoorbeeld D66 voorstelt. Werkgevers die werknemers kunnen verplichten om zich te laten vaccineren. Of in ieder geval een vaccinatiebewijs betalen voor testen. En dat mensen in deze Kamer die moeten opkomen voor de grondrechten van mensen, dan zeggen, ach, als dit het is, wat maakt dat uit? Als je het maar rustig en gefaseerd genoeg doet. Voorzitter, ik sluit af. Ik zei net al, vorige week heb ik vragen gesteld over vaccinatiedwang, vaccinatiedrang en de tweedeling in de samenleving. Deze zijn niet beantwoord, ondanks uitdrukkelijk verzoek om dit voor de persconferentie te doen. Ik stel dan ook hiervoor dat de demissionair minister-president en de demissionair minister van Volksgezondheid deze vragen vanavond hier gaan beantwoorden. Beantwoorden met de hele Kamer erbij en beantwoorden voor het oog van de camera's. Want leuker kunnen we het niet maken, wel transparanter. Dank u wel.